Ik denk dat voor ons is het heel belangrijk dat we in ieder geval de juiste huizen ook bouwen. We moeten goed kijken naar de demografische ontwikkeling en hoe we de doorstroming op gang krijgen. Inderdaad, we hebben een tekort. We hebben een minister nodig die daarop kan ingrijpen. Maar dan gaat het er ook om, wat ga je bouwen? 50PLUS is van mening dat als je bouwt voor senioren, bouw je automatisch ook voor jongeren, omdat je daarmee het zogenaamde treintje op gang krijgt. Daar staan wij voor.